Jammer dat er geen verhaal van jou in staat vandaag, joh. Dan slaap ik altijd zo lekker, hè? Ja, dat is zo. Dan hoef ik maar aan de eerste twee zinnen te beginnen en dan... Precies. Ik kreeg ook telefoontjes van lezers, dat is ook heel blij dat jij er niet elke dag publiceert. Nee, jij dan. Jij kan alleen maar jij bakken, joh. Ja. Wat denk je van Bommel? Ja. Hij stond na MBPSV echt heel relaxed de pers te horen. Niet helemaal. Wie heel zenuwachtig was onze oud-collega Thijs Slegers. Die was, was zo zenuwachtig. Maar die doet ook heel rare dingen. Heb je dat met Bert Maaldering gezien en zo? Dat hij drie vragen mocht stellen en daarna was het over. Ja. In deze tijd kun je dat er niet maken. Iedereen begrijpt toch dat hij onder druk staat. Raar is dat. Maar zijn geluk is, volgens mij doet hij een beetje gemaakt. Volgens mij hoor ik onze vis al, dus ik ga hem... Moet ik die kant helemaal oplopen? Ja, misschien is het wel leuk als jij maar het beeld loopt. Onderweg hebben. Ja. Ik hou hem vast, Snel heen en weer. Kom maar. Zijn schoonvader, dankjewel hoor. Gewoon doorpraten hoor. Zijn schoonvader die zei al van hou je rustig, zorg dat niemand je ergernis merkt. En werd van Marwijk, hè, zijn schoonvader. Ja? En zijn... Lekker, voor de cameraman. Ja. En voor de stagiair. Ja. En dure vuur zijn voetbal voor de krant. Ik denk dat hij, Van Bommel heeft ook massa met deze man. Want, Gerbrands. Ja, Gerbrands die heeft zoveel meegemaakt. Dat is zo'n kundige directeur. Maar heb je gelezen Die nergens van in de barrio. Heb je gelezen wat Ton Gerbrands zei over het slechte spel van PSV? Nee. Hij zei, onze bovengrens ligt te hoog. Bovengrens? Ja, nou, probeer dat eens te vertalen in normaal Nederlands. Maar goed. En jij zit lekker goed in je vel, hè, bij Emmen. Och man. Succesverslaggever, joh. Ik heb... Als verslaggever. Tenminste. Nog geen wedstrijd meegemaakt dat ze verloren. Echt hè? Nee, want die ene tegen AZ, die deed ik. Die deed jij. Ja. Ik weet ook wat ik weggeef. Ja. Hey, twee keer gewonnen tegen Vitesse en... wat was het? Ja, Vitesse en VVV uit. Ja, dat is vorig seizoen was dat. Hmm. Dat is leuk, die wedstrijd komt er nu weer aan natuurlijk. En twee keer gelijk gespeeld tegen RKC PSV. Ik heb ze nog niet zien verliezen. Ja, zal een keer gebeuren. Maar niet zaterdag, denk ik. 1-1 tegen PSV natuurlijk hartstikke goed. Maar interview Heiland toch, jij? Ja, gisteren heb ik met Michael Heiland gesproken. Een Belg toch? Ja, een Belg waarvan wij eigenlijk een beetje dachten ook langs de lijn dat die familie zou zijn van Ivan Heijlen. Die ken ik nog wel, van de wilde boerendochter. Mm. Schoenbarkje of zoiets. Hoe gaat dat? Weet jij beter? Verreur. Hey, schoenwijken. De terrorisatie. Ja. Dat nummer. Is dat familie, ja? Ja, dat dacht ik ook. Ik heb het hem laten zien op YouTube. Hij stond alleen maar met rode ogen te kijken. Ik ken die helemaal niet. Hij zei... Abel, dat is de jaren 70, hè. Dat is voor hem natuurlijk, ja. Wij waren geboren toen, maar hij niet. Dat is voor hem heel ver weg. Dus, maar het is wel grappig. Ik denk, nou, het zal op zijn minst familie zijn. Maar hij zei, Heijlen is een soort de Vries of de Jong... In België, in West-Vlaanderen. Dus, maar hoe is de overstap van het Bourgondische België naar het nuchtere Noorden bevallen? Hij ziet het wel een beetje moeilijk, maar zo niet. Ja, echt? Ja. Ja, hij vindt het geweldig, hij vindt het een leuke club, hij vindt het een heerlijk stadion. Het is natuurlijk elke keer uitverkocht als Emmen thuis speelt. Ja. Dat vindt hij fantastisch. Maar ja, hij zit ergens in, onder Emmen woont hij geloof ik, in een klein dorpje. En hij zegt wel, hij mist natuurlijk wel Antwerpen heel erg. Ja, hè? Ja. Ja, hij is hier opgegroeid. Zijn vader is heeft zijn eigen bedrijf in de haven daar. Hij zegt elke dag zaten we lekker in de stad en lekker uit eten, vrienden opzoeken, dat soort dingen. En hij noemt wel een beetje middle of nowhere, Emma. En dat is logisch natuurlijk. Nou, FC Groningen... Ja, hoe was dat? Thuis. Oh nee, ik was daar. Met respect voor het aantal kilometers dat jij hebt gereden vorig weekend. Daardoor kon ik even lekker relaxed verhuizen. Ja, prima hoor. Hey, collegiaal. Nee, nou, deze kan je van mij. Graag gedaan, kerel. Jij deed ook wat voor mij. Geen probleem. Of één. We helpen elkaar door de winter door. Het was een slechte wedstrijd, jongen. Niet normaal. Ja. Wat was dat? Wat ik wel daarvan ik vind... Gezien, ja, natuurlijk. Ik heb het samenvatting wel gezien. Maar iedereen is in één keer weer heel negatief. Laten we nou niet vergeten dat Groningen daarvoor 6 wedstrijden ongeslagen was. Hè? Ja. Waarvan 4 zelfs gewonnen. Ja, je kunt nou niet zeggen... En laten we ook even... Als achterban van FC Groningen, zeg maar, denk ook even na over waar de club vorig jaar rond deze tijd stond. Ja.
klopt. Het gaat natuurlijk prima. En nu krijgen ze met FC Utrecht krijgen ze een club op bezoek. Ook in de Malaise. Het draait ook niet lekker. Je verliest thuis van ja, precies, precies. Dus ook nog een soort van zespuntenwedstrijd. Waar als zij van Utrecht winnen, dan klappen ze eroverheen. Ja. Danny Buijs, die moet gewoon een goede keuze maken. Kijk, hij heeft zichzelf eigenlijk een beetje opgehangen. Aan namelijk de uitspraak. Een fitte Sami Memisiewicz speelt bij mij altijd. Ja, moet hij hem ook opstellen. Dan moet hij hem eigenlijk ook opstellen. Maar en daarvoor heeft hij Matsushiba, die een mindere periode had, maar eigenlijk de weken ervoor net weer een beetje begon te draaien. Ja. Heeft hij van het middenveld afgehaald, heeft hij Memisiewicz erop gesteld. Naast El Messaoudi en dan twee flankspelers. Maar wat zie je nou? De elftal ontbeert eigenlijk creativiteit op het middenveld. Waardoor je speelt met twee spitsen, dat is goed. Sierhuis en Asoro, alleen die worden bijna niet bereikt. Nee. Omdat die oversteek kan niet gemaakt worden met twee wat statische spelers eigenlijk, zeg maar. Die niet de creativiteit van bijvoorbeeld een Lundqvist heeft. Hebben. Dus, waarom ben jij geen trainer geworden, kerel? Nou ja, maar ik ben natuurlijk ook geen trainer en het is ook een beetje voetbaltheorie van de koude grond. Geef ik eerlijk toe. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, je moet gewoon een keuze maken. Memisiewicz is gewoon verdediger, centrale verdediger. Ja. Dus je maakt gewoon een keuze. Itakura, Tewierik. Itakura. Itakura. Of Memisiewicz. Ja. Het is gewoon luxe probleem. Eigenlijk is het een luxe probleem. Ja. Kunnen we 2 van de 3 spelen? Ja, dan zet Memisiewicz eerst maar weer op de bank. Ja. Als jij dat koppeltje erachterin niet uit elkaar wil houden. En voeg Lundqvist toe aan het middenveld. Ja. En dan denk ik dat het gewoon weer net zo lekker soepel gaat draaien als in de weken voor Fortuna. Zeg maar. Ja, maar jij schreef ook dat het komt omdat hij geen knopen durft door te hakken. En dat relateerde je dan weer aan zijn sterrenbeeld. Maar dat is zo. Ik wist niet eens dat je astroloog was, joh. Daar hebben we een beetje verstand van. Ja, nou, dat wist ik niet. Wat ben je zelf dan? Danny Buijs is, ik ben vissen. Oh god. Jij? Ram. Ram. Ah, oké, dat herken ik wel in jou. Danny Buijs is tweelingen. Vissen zijn van die gevoelige mannetjes. Danny Buijs is tweelingen. En hij geeft zelf ook toe dat hij hinkt heel vaak op twee gedachten. Hij kan echt heel lang nadenken over opstellingen en dan doet een ander doet weer een suggestie bij hem. En dan gaat hij daar weer over nadenken en zo ligt hij nachtenlang te woelen over de opstelling. Hoewel, je moet astrologie ook weer niet overdrijven. Hè? Ken je dat verhaal van die astroloog van de krant? Nee. Er was een astroloog bij een krant en die ging op een gegeven moment op vakantie. 2 weken. En dat betekende dat er voor 12 kranten een horoscoop afgeleverd moest worden. Nou, die heeft hij allemaal van tevoren uitgezet en dan denk je van, er zit wel een beetje een diepere laag aan. Er zit een bepaalde wetenschap achter, toch? Ja, het is niet van niks een astroloog. Ja. Maar wat die man dus was vergeten, was om in zijn mail erbij te zetten van welke horoscoop voor welke dag was. Ja. Dus de eindredactie die de horoscoop op de pagina moest zetten, die zat met de handen in het haar. Ja. Dus maar toch maar even een telefoontje, ja, lullig om die man te storen tijdens de vakantie, maar toch maar even een telefoontje naar de astroloog om te zeggen van, ja meneer, maar u heeft helemaal vergeten de horoscoop de dag te zetten van wanneer die gepubliceerd moet worden. Ja. Waarop die man zegt, ach, dat maakt toch helemaal niks uit, kwak maar op de pagina, ik kijk daar toch ook verder nooit naar. Oftewel, weet je, ja, de wetenschap van de astrologie moet je ook niet meer echt al te veel gewicht aan toekennen. Ah, ik zie wel in jou een vissen. Ja. We doen vissen en voetbal, gaan we het noemen. Hey, dat is wel toepasselijk, hè? Ja. Dit is niet voor niks, zei ik dit. Ja, die rubriek is gewoon voor jou gemaakt. Ja. Nou, eet smakelijk.